We moeten met z'n allen duurzamer gaan eten. Dat beseffen we denk ik wel allemaal. Maar wat betekent dat eigenlijk, duurzaam eten? En vooral, kan je dat nu in de supermarkten al? Dat hebben we samen uitgezocht met Ricolto en 5 andere organisaties in het project Superlijst. En wat blijkt? We zijn toch nog veraf van een ideale duurzame wereld. Lidl scoort voorlopig nog het beste. Maar beste, dat is in dit geval wel echt relatief. Ik leg je uit op welke 3 dingen jij en de supermarkten kunnen letten om duurzamer te gaan consumeren. Een eerste belangrijke stap om duurzamer te gaan eten is om meer plantaardige voeding te kopen, zonder vlees of vis dus. Maar daar zien we dat er wel echt nog werk aan de winkel is. Als we kijken naar de bereide gerechten die je in de supermarkten kan vinden, dan is maar 1 op de 3 daar vegetarisch en maar 4% veganistisch. Nu, we zien wel dat de ene supermarkt het al wat beter doet dan de andere. Als je naar deze grafiek kijkt, dan zie je dat je de meeste vegetarische en vegan bereide maaltijden kan vinden. Bij de Leize, bij Aldi, wordt het daarentegen wel wat moeilijker. Meer dan 3/4 van alle bereide maaltijden daar is met vlees of vis en je vindt er zelfs geen enkel vegan bereide maaltijd. Een tweede belangrijk iets is de communicatie van supermarkten naar consumenten toe. Op dit moment vinden de supermarkten het nog vooral de taak van de consumenten zelf om duurzamer te gaan kopen. En zelfs zijn ze niet zo super transparant over de herkomst en het transport en productie van hun melk, hun thee en hun hesp. En dat terwijl de meeste van de consumenten 3/4 zelfs toch voor een eco-score is. Dat blijkt uit een enquête die we recent hielden. Als de supermarkten dan toch iets zeggen over de herkomst van hun producten, dan is het meestal omdat het Belgisch is. Als het uit het buitenland komt, dan wordt erover gezwegen. Enkel Lidl doet het daar een beetje beter. Zij spreken toch over de herkomst van hun groenten en fruit, ook als die uit het buitenland komen. Het is natuurlijk ook belangrijk als consument om een duurzaam alternatief voorgeschoteld te krijgen. Anders wordt het wel erg moeilijk om duurzame producten te vinden in de supermarkt. De Leize doet het daar het beste. Voor elk product dat je daar vindt, is er een duurzaam alternatief. Bij Aldi en Lidl is het dan weer wat moeilijker. Daar vinden we bij de helft van de producten geen duurzaam alternatief. Nog een tip om duurzamer te eten is om minder weg te gooien. Dat geldt natuurlijk voor jou als consument, dat geldt ook voor de supermarkten. En daar zien we dat enkel de Leize op dit moment een actieplan heeft met meetbare doelstellingen om die voedselverspilling tegen te gaan. Er is dus nog werk aan de winkel. Op dit ogenblik is Lidl de meest duurzame winkel, maar wel met een magere score van 14,6 op 100. Gelukkig hebben wij meer tips om duurzaam te consumeren en om voedselverspilling tegen te gaan.